Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag doen we even wat anders. Het staat al in hele grote letters op het beeld. 3 random games. Nou, de eerste game, Modo X 3M. Ik weet niet, de 3 eerst, 3 later, 3 in het midden. Weet ik niet. Dus, play. Oké, daar zijn we. De motor. Wow. Oké. Dat was wel grappig. Ik klikte net trouwens per ongeluk op de A. En ook op... Oh, wacht even. Oké, nu gaan we even dit level even doen. Flips. Ik dan blijven inhouden. Yay! Eerste keer lukt het me wel. Oké, daar moet ik even goed landen. Oké. Het ding stuitelt heen en weer. Het is echt zo grappig. Wow! Oké. Geen 3 sterren. Zeer jammer dit. Oké, volgende level. Oké, het ziet er hetzelfde uit zonder de tutorial en ding. Het is niet hetzelfde. Oké. Kan ik dubbelflip? Dubbelflip? Ja! Wow, oké. Bewegen dingen. Oh! Oké. Ik ben nu... Wow, hier weg. Oh. American style. Denk. Maar, oké. Ik denk dat ik nu een beetje weet hoe dit spel nu gaat. Dus je kan S inhouden om te remmen. Wow! Dat gebeurt niet vaak met tanks. Oh, hij komt weer terug. Oh, hij staat er weer. Oeh, een grot. Ja, dat is cool. Oké. Is het doel gewoon om zo ver mogelijk, zo snel mogelijk door parcours heen te gaan? Of, Ik wilde gewoon een flip doen en het kon ineens in... Wow! Oké. Wow. Oké. Als ik wil zeggen, is dit gewoon iets waar je gewoon zo ver mogelijk kan komen, moet komen, als je kan komen, en dan zo snel mogelijk... Oh. Ah, het telt. Mijn hoofd ligt ergens knock-out binnen de finishlijn, dat telt. Maar moet je dan gewoon zo ver mogelijk gewoon komen, op gewoon... Oké, kut. Moet je dan gewoon zo ver... Oh. Zo ver mogelijk komen aan je... Oh, hij ligt lekker te tukken. En valt weer op zijn gezicht. Daar is 3 random games voor je. Maar is dit gewoon zoiets waar je dan zo ver mogelijk moet komen als je zo snel als je kan? Of hoe werkt dit? Hoe lang gaat dit door? Als ik nu dit doe zo. En dan hierop blijf staan. Ja, wow. Ik heb de checkpoint geraakt. Telt. Dus ik al zei, mijn half dode lichaam ligt langs de checkpoint. Dus telt. Wat moet ik hier dan doen? De onderkant raken? Zo ga ik hem... Nee, dan explodeer ik niet. Oké, top. Een gevoelige motor. Je raakt iets op de voorkant, gewoon op het spatbord of zo. Het ding explodeert. Oh. Wow. Oké, grote zaag. Beetje gevaarlijk. Auw, dat was ook best gevaarlijk. Oké, ik ga hier sowieso geen 3 sterren krijgen. 40 seconden, dat is niet goed. Oh! Oké. We gaan hier flip en dan... Ja! Yes!
Oké, nul sterren. Dat is dubbel de minimale tijd. Dat is echt, dat is niet normaal. Oké, we zijn uit de grotten nu. Dus, oké. Wow. Oké. Weer uit de grotten. Terug in de open wereld. Op vrije voeten? Vrije wielen? Wat dan ook, we zijn weer vrij. Wow. Hier een flip. Boep. Oké, dat is sowieso wel een leuk spel dit. Credit naar de makers van dit spel. Oh. Yep. Dat is drie random games voor je. Van het spel is Paper.io 2.0. Ik zag 2.0. Ik dacht, dat is prima voor de tweede ronde van drie random games. Dus de naam. Oh, dat past niet. Oké. Ik wilde de ponytail gamer doen. Oké, dan laat ik de T wel weer weg. Net als in mijn Roblox naam. Oh, dit is heel goed. Oh, dit. Oh. Oké. Okay. Beetje gevoelige controls. Oké, dus hij volgt de muis. Oké. Dus. Oké. Heel erg gevoelig. Sowieso heel gevoelig. Oké, dus. Ik moet elke keer terug naar mijn eigen eiland om mijn eiland uit te breiden. Oké. Dus kijk of ik nummer 1 op de bord kan worden. Oeh, een regenboog. Een regenboog opeten. Ding is, je kan niet. Je kan alleen af als andere dingen in je lijn komen, voor hoever ik weet. Dus als ik gewoon hier blijf en niet dat doe, dan kan ik blijven leven. Ah, prima scoren. Oké, dus. En hier heeft je wat van af. Want ik kan ook wegnemen van anderen. Dat is ook wel leuk. Nam 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 nam. Het opeten. Dit hele stuk is van mij nu. Boom. Ah, nee. Oh. Ging door mijn eigen lijn. En dat lijkt op zo'n ballondier. Ook wel grappig. Oké. Dus ja, ik ga proberen een beetje in rechte lijnen te blijven. Dat is, een beetje, dat is wel makkelijker om terug te gaan naar je eigen ding. Deze man is hier en... Meteen! Oké. Oeh, roze. Waarom geen paars? Geef me paars. Ik wil paars. Gewoon, geef mij gewoon cool iets van donker paars. De kleur is gewoon... Dit is net zo random als deze hele aflevering. Ik wil nergens vandaan. Dat is ook een ding bovenin. Dat kunnen jullie niet helemaal zien. Dat is hoeveel procent van... Weet ik niet. Bedekt is op de map. Ik heb nu 1,4% iets. Wat? Hé, daar is die andere man die me net nog neerhaalde. Oké. Voorzichtig naar deze man toe werken. Dat is denk ik wel een beetje strategie in dit. Als je een beetje bij je ding blijft. Dan kan je moeilijk afgaan. Dus als ik gewoon langzaam zo doe. Door deze man zijn spul heen. Oh, en niet door mijn eigen lijn. Omdat er... Ik zei al, heel erg gevoelige... Hey, lijkt op een pelikaan. Heel gevoelige besturing. Oh. Ik was zelf ingesloten.
Dat moet ik wel credden. Dat was wel knap van mij. Haha. Eerste bloed van... Nee, geen bloed, maar eerste kill. En nu zijn we soort van paars. Bijna paars. Nog net geen paars. Ergens in de buurt van paars. Ik hoop in ieder geval op het leaderboard kan komen. Op het leaderboard kan komen. 1% van ja, de map. Wat wordt ermee bedoeld? Ik snap het niet. Wat haal ik hier nu van? Is dit die nummer 4? Ja, volgens mij wel. Ja, dat was wel die nummer 4. Oh, misschien haal ik het op nummer de bord nu met deze run. Paarsachtig iets. Ja, nummer 5. Oké, randjes zijn sowieso wel vriendelijk hier. Want dat zijn denk ik wel de vrienden hier zo, gewoon de randjes. Ik ga een beetje bij de randjes blijven. Om van de map en van je eigen ding. Wow! Nou ja, we hebben het scorebord gehaald. Ik weet niet hoe dit werkt, maar op een of andere manier. Ik heb dit net opgestart en ik ben al op level 8. Ja. I mean, hoe werkt dit? Kan ik dit oppakken? Oh, dat deed iets. Oh, klikken. Aha. Oh, geweldig. Oh, geweldige controls dit. Ik kan dit ding niet eens zien. Zit ik in de muur? Wat is hier gaande? Wat? Ah, oké. Oké, dat. Oké. Dus kan ik vliegen? Oh! Arm ding! Wat? Ik raakte een Lego blok aan en nu ben ik dood? Wat? Dus die. Sorry. Blijf leven. Oké. Ik heb echt geen idee wat dit voor iets is. Ja! Oeh! Dat is best satisfying. Dat is wel grappig. Oh! Ja, dat is mooi. Precies weer midden, dat vind ik mooi. Hier laat ik gewoon liggen, daar verga ik niet. Oké. Oké, wat heb ik nu? Oké. Oké, wat doet dat nu? Oeh. Dit kan ik mappen, maar dan mag ik niet die aan. Oké, dat is interessant. Kan ik. Oh, ik kan wel gewoon. Oké, dus ik kan geen Lego blokjes door midden hakken, maar wel een aanbeeld. Oké, mooi, logisch. Hier ga ik overheen. Ah, checkpoint. Geweldig. Ik denk dat, tenzij ik een advertentie kijk, ik denk niet dat checkpoint veel doet. Dus ik kan niet door Lego blokjes heen, of? Wat is er gaande? 4x6. Oké, maar wat doet... Oké, maar wat doet dan nu die keer 6? Wat is die keer 6? Kan ik dan mijn mes upgraden, of wat... Oké. Dit ding. Heeft dit extra punten? Is dit een skin? Is dit... Wat? Iemand leg mij dit uit. Oh, nu kan ik wel Lego blokjes door midden hakken. Hm? Nu kan dat wel. Hm? Yes! Wow. Nee. Wat? Dit is echt een. Dit is nog vreemder dan Totally Accurate Battle Simulator. Oh, ja, oké. Laten we eens kijken. Ik denk dat hij me gewoon, zodra ik zeg retry, gaat hij me gewoon terugzetten met het begin. Gegarandeerd. Ja. Oh. Hop,
Ja. Die rode Lego blokjes mag ik niet in twee stukken haken. Maar de rest van de Lego blokjes wel. Yes! Dat vind ik echt wel best mooi. Wow. En weer erop. Oké. Okay. Ik ben hier wel klaar mee. En weet je wat, daar wordt hem voor deze aflevering van 3 random games. En. Nee, 3 random games. Ja, I mean, 3 random games, dat is niet echt. Ik weet niet. Ik denk niet dat. Randomer, meer random. Ik denk niet dat dat kan. Is op zich best wel grappig. Misspel een beetje vreemd, maar. Voor de rest. Ja, dat ga ik denk ik wel vaker doen. Laat ook in de comments achter als je nog wat leuke random games weet van mij om te spelen. En dat wordt het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En. Fijne weekend en doeg!